Schat, vertel jij even iets ook hoe het is om voor mij te koken. Ondankbaar. Roel is een doffe peer. En dan staat er in het recept, snij de tomaten in 4 stukjes. En ik doe het in 2 omdat ik denk, boeien. Dan gaat meneer janken. Nee, dat klopt niet met het recept. En eigenlijk is het nooit goed. Nooit. Weet je waarom je een tomaat niet in 2 stukken moet snijden als het in 4 stukken moet? Nee, een ui die je in ringen moet snijden. En die snij ik dan in kwartjes. En dan zeg je, nee, dan smaakt het niet lekker. Weet je waarom je een ui in ringen moet snijden als er staat in het recept dat je het in ringen moet snijden? Omdat de smaakverhouding dan daarop is afgestemd. Oké, maar stel... Als jij een ui hebt met ringen, je neemt een hap van die ring, dat is vrij veel ui. Ja, maar als je gewoon die ui dat snippert... Dat betekent in het recept dat je de smaak van de ui moet proeven. Als jij hem snippert en je hebt dan een hap... En het is dan maar 1 stukje. Nee, er zijn dan toch 6 slippers op. Ik heb helemaal geen uit.